Aloha! Vandaag een make-up tutorial. Wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was om een make-up tutorial te zijn. Maar misschien toch wel handig is om te zien hoe je in 5 minuten tijd een nieuw gezichtje maakt. Klaar voor een nieuwe dag. Hier, lieve Facebook-sisters, mijn ochtendgezicht op een tafeltje. Heel simpel hoor. En niet te veel, maar ook niet te weinig. Deze zorgen ervoor dat ik mijn zonnetint hou. Een beetje een glansmiddeltje, een poeder met een kleurtje, een schattig, rozig, persiekleurig blushje en een camouflagetje. Ik begin altijd met gewoon een laagje van dit, Smooth Affair. Het geeft een soort van glansje. Om die zomerglans te houden. En dan, heel simpel, ik pak er dan een spiegeltje bij, anders zie ik niks. Mijn neus. Ogen, de walletjes, want zelfs na de vakantie zijn die er. Doe ook altijd een beetje erboven, bij een mooi oppervlakje boven het oog. Mijn neus maakt altijd in het midden een beetje lichter. Pigmentvlek. Wenkbrauwen bepalen enorm hoe je uitdrukking is. Dus, en zeker in de zomer, als je zoals ik van die hele fijne wenkbrauwtjes hebt. Ook voor de menopower sisters. Hè. Die wenkbrauwen die verdwijnen. Ik kan ze natuurlijk ook licht laten tatoeëren. Ik ben van plan om dat binnenkort te laten doen. Maar informeer jezelf en laat dat niet zomaar bij de een of de andere doen. Hè. Kwestie van kleine streepjes zetten. Voilà. Voor mij een heel belangrijke, de eyeliner. Zonder eyeliner heb ik geen oogjes. Enfin, dat gevoel heb ik in ieder geval. Je hoeft nooit het volledige oog te doen. En je begint eigenlijk in de helft en dan ga je naar de uiteinde. Hou altijd je spiegel onder je oog, zodanig dat je heel goed boven de wimperrand kunt kijken. Ik vind dit ook soms lastig hoor, want ik heb geen bril nu op, want ik kan me niet schminken met bril. In mijn badkamer hangt een vergrootspiegel, maar die kon ik niet van de spiegel afkrijgen. Dus vandaar, nu met een klein spiegeltje. Ik vind dit beter dan met zo'n stift, omdat het is iets minder afgelijnd en dan maakt het iets natuurlijker. Altijd een beetje naar boven trekken. Zo. Dan heb ik iets geweldig. Dit. Dat is van Jane Arendelle en dat verlengt een beetje je wimpers. Geeft zo'n wit pluisje. Verzorgt ook je wimpers. En als je, zoals ik, van die korte stokjes hebt, is alle hulp welkom. Ha. Ik ben er wel van overtuigd dat hoe ouder je wordt, hoe minder extreem je make-up moet doen. En dat wil niet zeggen dat je eruit moet zien als een kerkmuis. Nee. Dat wil zeggen dat je sober vaak mooier is. Ook hier weer, als je onder je oog je spiegeltje houdt, dan kan je makkelijker zien wat je doet. En ook beter je wimpers uit elkaar halen. Als je dat zo doet, zie je niet wat je doet, want dan ben je alleen maar de puntjes aan het doen. Het is belangrijk om je volledige wimpers te doen. Oh my god, dit wordt een make-up tutorial. Laagjes. Laagjes, laagjes. Ik werk soms ook wel met plakwimpers. Ik vind dat mooi. Maar ik heb vandaag gewoon werk te doen. Onderweg een paar meetings. En die wimpers hou ik voor speciale gelegenheden. Voilà. De onderkant ook gewoon even zo. Waarom we allemaal wel doen als we ons sminken? Geen idee, maar dat weet ik beter. Als je
oogschaduw doet, gebruik dan een neutrale kleur. Ik gebruik gewoon dat grijs hier. En waarom? Kijk, de bedoeling is eigenlijk om gewoon een beetje schaduw te geven, precies in die plooi. Dit is een geweldig goed kwastje, een zacht rond kwastje. Wat doen we nu nog? Gewoon donkere kleur op de onderkant. Het zongebruinde tintje. Ook een beetje hier en een beetje hier. En de lichte kleur gebruik ik op mijn jukbeenderen. Op mijn jukbeenderen. Oeh, en dat blind. Op mijn neus. Op mijn voorhoofd. En hier. Checken of dat wel goed is. Ja, ja. En dan gebruik ik een persiekleurige, zachte roze. Geen rode. Blush voor een beetje op mijn jukbeenderen, een beetje naar het oog toe. Dit kan wel blinken, dames. Een lipglosje. Ik ga niet voor lijntjes rond de mond en dat soort dingen, want ik vind dat heel artificieel. Ik hou van een natuurlijk glosje. Deze is bijna op. Maar hij is zo mooi. Zeker als je zo wat van die rimpeltjes hebt rond je mond, vind ik een glosje veel mooier. Ik heb dat geluk dat ik dat niet heb. Ik heb nooit gerookt. En roken geeft je sneller die rimpels rond je mond. Voilà. Ready to go. Toen ik mijn make-up tutorial even bekeek, bedacht ik mezelf dat het misschien toch beter was om even te laten zien hoe dat je die valse wimpers plakt. Want dat is toch niet iets wat je elke dag doet, hè? En toch, het zou kunnen, want op het moment dat je daar zo'n beetje de hand van hebt, dan gaat dat vanzelf. Nu, wimpers heb je in alle soorten en maten. Je hebt kleine stukjes die je tussen je wimpers plakt. Je hebt halve wimpers, volledige wimpers. Ik adviseer altijd van ga voor zo natuurlijk mogelijk. Als je mascara erop doet terwijl je wimpers plakken, dan worden die wimpers ook vies. Je wimpers lang houden kan je alleen maar doen als je ze elke keer schoonmaakt. Dus je trekt ze eraf, voorzichtig. Dan haal je de lijm eraf, best met pure alcohol. Dan is de wimper ook meteen gedesinfecteerd. Je doet dat terug in het doosje. Er zitten altijd zo twee kleefhoekjes. Daar plak je terug je wimper op. En dan blijft die ook mooi in vorm. Als je zo'n wimper pakt, pak die nooit bij de puntjes. Pak die altijd bij het uiteinde. Dus dit is eigenlijk de wimper. Dit is eigenlijk een hele fijne. Je hebt ze ook met veel dikkere haren. Die hebben soms dan twee lijmlaagjes nodig. Wij doen nu één lijmlaag. Als je snel allergie hebt, adviseer ik om misschien een extra aparte lijm te gaan halen, speciaal voor gevoelige ogen. Een hele belangrijke vind ik, als je met valse wimpers werkt, is dat je zorgt dat je eyeliner en je mascara er al op zitten. Waarom? 1. Zeker in het begin, als het niet helemaal kosher plakt, dan is dat goed om te maskeren dat het wat scheef zit. Maar 2. Zo blijven je wimpers ook schoner. Er zit meestal lijm bij. Heb je heel gevoelige, zij het bijna allergische wimpers of ogen, dan kan je ook van die wimperlijm gaan halen die speciaal is voor zeer gevoelige ogen. In principe breng je dus een heel dun laagje lijm op. En het geheim zit er nu in dat je de lijm 30 seconden laat drogen. Ga er niet op blazen. Dat is ook maar meer bacteriën. Ook zeker niet als je bij iemand anders plakt, daarop gaan zitten blazen. Ik heb nu niet gepast. Ik weet dat deze wimpers mijn maat zijn. Maar je kan ook altijd eerst even kijken of ze breed genoeg zijn of niet te breed. En dan knip je aan de korte kant er een stukje af. Wat je ook kan doen, is als je wimpers een beetje kaduk staan, is gewoon echt even ook goed voorplooien. En dan leg je eigenlijk de wimper op je eigen wimpers. Je kunt dat met een pincet doen en dan is het belangrijk dat de hoekjes plakken. Je ziet nu de lijm, maar die witte lijm die wordt doorzichtig. Maar het meest moeilijke zijn de hoekjes. Zorg er ook altijd voor dat daar genoeg lijm zit. Want als dat lost, dan is het niet zo debiel als dat je op een receptie staat met zo'n wimper die zo staat, zo à la Mrs. Humphreys van Have You Been Served?
Dus een kwestie van nog even aandrukken. Voilà. En dat is het verschil. Dit is dus een dunne wimper, niet hele dikke wimperhaartjes. Ik vind dat veel natuurlijker. Zeg je van, dat is mij nog te veel, je hebt ze ook korter. Je mag die wimper eigenlijk niet voelen. Als dat trekt in de hoekjes, wil dat zeggen dat je hem niet goed hebt geplakt. Dan kan je hem beter losmaken, want anders gaat je oog traan. Ook zo'n hele typische tricky one is dat het heel opvallend is dat de ene wimper het altijd heel goed doet om hem te plakken en dat die andere dat niet wil. Veel heeft te maken met rust. Neem er je tijd voor. Wimpers moet je niet in snel tempo gaan plakken, want dan ben je de pineut. Als je dus ook met dikkere wimpers werkt, dan is het een goeie om 2 laagjes slijm op te brengen. Aangezien dit zeer dunne wimpertjes zijn, is er niet zoveel wimperlijm nodig. Dus weer 30 seconden wachten. Waar plak je de wimper? Je plakt hem eigenlijk daar waar de haartjes in je ooglid gaan. Voilà. Zorg er ook voor dat je hem niet voorbij je oog plakt, want dan krijg je een heel raar effect. Dus je kan, als de lijn nog nat is, je wimper ook een beetje verplaatsen, hem een beetje naar binnen trekken of naar buiten. Nu, ik heb dit al heel veel gedaan, hè. In het begin is dat even sukkelen, dat is heel normaal. Dus wat heb ik op? Wenkbrauwpotlood, heel bepalend. Eyeliner, mascara met eerst de pluisjes erop om te verzorgen en te verlengen. Een gekleurde poeder met daaronder een beetje gekleurde fond de teint. Een beetje blush en de gekleurde lipgloss. Klaar! Kijk, dit is een geweldige. Een kleurtje dat er langer op blijft zitten dan de doorsnee lippenstift. Met mineralen make-up. Een stuk gezonder ook. Je laat dat wat intrekken. Daarna doe je er een beetje gloss op. En dan is mijn mondje helemaal klaar om te zeggen... See you soon. Nee, dat gewoon niet. Mag ik zo aan elke kant een kwastje net. Maar is het gewoon... Ceci est une moustache. Ceci n'est pas une moustache. Oké. Okay.